is een hele feestelijke dag. Misschien kunt u uitleggen waarom. Nou, ik denk dat het een feestelijke dag is omdat we vandaag een speelhuisje kunnen schenken. Niet alleen aan deze school, maar ook in deze buurt. En ik hoop dat we daarmee, en dat past ook bij onze doelstelling, die mede gericht is op het opwaarderen van wijken in de verschillende steden. Ik hoop dat we daarmee een bijdrage leveren aan de leefbaarheid in de Schilderswijk. Het staat nu op het schoolplein, zeg maar. Ja. Maar ik verbaasde me, ik kwam aan fietsen. En ik dacht een speelhuisje te zien, dus ik dacht dat het een van die huisjes was die ik zag. Maar het is dus een glijbaan. Ja, wij noemen dit wel het speelhuisje. En er stond er een samen met een Haars hopje hier. En toen hebben we gedacht van hoe kunnen we het nog mooier inrichten. Een nieuw speelhuisje, want het vorige was echt afgekeurd en niet veilig meer. En in overleg hebben we het Haars hopje, wat natuurlijk ook heel belangrijk is voor de kinderen, waar veel gebruik van wordt gemaakt, hebben we kunnen verplaatsen naar verderop op het plein. Dus de functies blijven behouden, alleen de uitstraling en het genieten, zeker voor de kinderen, is enorm toegenomen. Van 10 naar 0. Kunnen jullie van 10 naar beneden tellen? Kunnen we wel, ja? Oké. Okay. Even wachten. Want als je straks bij 0 bent, dan ga je heel hard op de grond stampen. Zo, hè? Zo. Kunnen jullie dat wel? Ja, gillen er ook maar bij. Oké, okay, dat doen we straks. Dus als we bij 0 zijn, dan gaan jullie heel hard gillen. En dan gaan we lopen. Zullen we dat doen? Oké, okay, komt hoor. 10. Nog even over de Nationale Hypotheekgarantie. Ik had er nog nooit van gehoord. Dat ligt misschien aan mij. Wat is dat precies? De Nationale Hypotheekgarantie staat borg voor mensen die een lening nodig hebben om een woning te kopen. En daarmee kunnen ze dus een lening krijgen die veilig is, verantwoord is. Maar ook op het moment dat ze in de problemen komen, dus dat ze hun huis gedwongen moeten verkopen. En die woning levert dus minder op dan de hypothecaire schuld, dan betalen wij het verschil. Wat verwacht u van dat er veel kinderen uit de buurt hier gaan spelen of zo? Ja, dat zonder meer, want we hebben in de opbouwfase al gezien toen de hekken omheen stonden, dat het natuurlijk iedere keer werd belaagd door kinderen. En het is ook in het verleden is dit een plek, als ik hier in het weekend kwam of na schooltijd, is het altijd vol met kinderen. Dus het is een plek waarvan ik zeg, die had niet beter gekozen kunnen worden. Het heeft natuurlijk een speelfunctie, heeft het nog een andere functie voor u? Nou, het is sowieso een ontmoetingsplek, want we zien dat de kinderen, zeker de jongere kinderen, altijd samenkomen met ouders. Dus het is picknicken, het is zeker ook kennis maken met de school, het is makkelijk de school binnen kunnen lopen. En wij hebben ook heel vaak, als wij eventjes een rondje maken, dat we hier wijkbewoners ontmoeten. Het zijn niet alleen de ouders, maar ook een heleboel andere mensen.